Goedemorgen broeders en zusters in de Heer op deze Lectio Divina van woensdag van de tiende week van tijd door het jaar. Tiende week van tijden door het jaar. In deze tijd van door het jaar is een tijd van hoop, zoals ik heb gezegd gisteren, een tijd van missie, een tijd ook van de Heilige Geest. We hebben Jezus niet meer in ons midden, werkelijk, zoals de apostelen, maar Hij is aanwezig door zijn geest. Wij zijn niet achtergelaten, wij zijn niet in de steek gelaten, wij zijn met Hem en Hij vergezelt ons met zijn geest. Vandaar artikel 198. De keusheid in het gewijde celibaat. Het Godgewijde leven is voor iedere kandidaat een roeping van de Heer om zijn hele leven geheel in dienst van Christus te stellen. Zij die geroepen zijn tot keusheid in het gewijde celibaat, beleven echter ook de aantrekkingskracht van man tot vrouw en van vrouw tot man, die verbonden is met het natuurlijke verlangen naar vereniging en voortplanting. Of ieder zich daar nu duidelijk van bewust is of niet, hij kan behept zijn door dit tweeledig streven, dat van het Godgewijde leven en dat van het huwelijks- en gezinsleven. Bezieling die verschillende evoluties ondergaat in de loop van de jaren van de persoon. Kiezen voor het celibaat in de navolging van Christus betekent niet dat men dit streven teniet doet, noch dat men het ontkent, maar dat men het laat weden door de genade van God met het oog op het koninkrijk. Binnenkomen in het thema van de keusheid. Nu, we hebben armoed gezien, dat is in evangelische raad. En nu is de keusheid. En we gaan ook de keusheid zien in deze, voor de mensen die celibatair zijn. Daarna ook voor de gehuwden. Maar een persoon die celibatair is, die heeft gekozen om heel zijn wezen, ook zijn seksualiteit aan de Heer toewijden, heeft ook in zichzelf deze aantrekkingskracht die natuurlijk komt van onze natuur. We zijn vrouwen, we zijn mannen en we hebben deze aantrekkingskracht binnen ons. Maar onze roeping is iets boven onze natuur. We zijn geschapen als man en als vrouw. Dus we zijn geschapen om vruchtbaar te zijn in ons lichaam. Maar als wij geroepen zijn door de geest in ons binnenste, om de Heer geheel te beminnen met onze wezen, seksualiteit, identiteit, affectiviteit, met alles die wij zijn, gaat de Heer ons de genade geven om deze roeping te beantwoorden, om deze roeping te leven. Het is boven onze natuur. We zijn mensen, geschapen als man en als vrouw, maar we zijn geroepen om celibatair te zijn, om het gelofte van keusheid uit te spreken. We hebben wel een genade nodig om dat te doen, om dat te leven. En de navolging van Christus is heel eisend voor ons, maar wij kunnen rekenen op de genade van de Heer. En de genade van de Heer is trouw, meer dan onszelf. En wij kunnen ook met deze kracht van boven, deze geestelijke kracht, vragen voor ons en voor onze roeping. Jezus, u die arm, keus en gehoorzaam is, leer mij om arm, keus en gehoorzaam ook te zijn. Volgens uw wil, volgens uw voorbeeld, volgens uw genade wil ik leven. En dat is boven onze natuur, maar dat is werkelijk aanwezig in ons geestelijk leven. Wij zijn geroepen om te leven meer dan
meer alleen vanuit het vlees, maar ook vanuit ons geestelijk leven, ons geest. En dat is de vraag in ons gebed. En God gaat ons zeker te hulp komen. Zeker te hulp komen. Uit het eerste boek der koningen. In die dagen zond koning Achab een boodschap aan alle Israëlieten. En liet alle profeten op de berg Karmel bijeenkomen. Elia verscheen voor heel het volk en vroeg: hoe lang blijft hij nog op twee gedachten hinken? Als de Heer God is, volg hem dan. Is het Baal, volg dan Baal. Maar de mens gaven hem geen antwoord. Toen zei Elia tot het volk: ik ben de enige profeet van de Heer die overgebleven is. De profeten van Baal zijn 400 man sterk. Geef ons twee stieren. Laat de profeten van Baal een van beide stieren uitkiezen. Hem aan stukken houden en op het hout leggen. Zij mogen het hout echter niet aansteken. Dan zou ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar ook het hout niet aansteken. Roep dan de naam van uw God aan. Ik zal de naam van de Heer aanroepen. De God die door vuur antwoordt, is de ware God. En heel het volk riep: dat is goed. Toen zei Elia tot de profeten van Baal: begint hij maar met het uitkiezen van de stier en met hem klaar te maken, want hij zit met willen. Roept dan de naam van uw God aan, maar hij mocht geen vuur aansteken. Zij namen dus de stier die hun gegeven werd, maakten hem klaar en riepen van de ochtend tot de middag de naam van Baal aan. Baal heeft ons antwoord, maar er klonk geen geluid en er kwam geen antwoord. Hoe zij ook sprongen rond het altaar dat zij gebouwd hadden. Toen het middag geworden was, riep Elia zij spottend toe: roept toch wat harder. Hij is immers in God. Hij is zeker in gedachten verzonken. Of hij heeft zich afgezonderd of is op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij gewekt worden. Toen riepen zij nog harder en kerfden zich naar gewoonte met zwaarden en speren, tot het bloed langs hun lijf droop. Het middaguur verstreek, maar zij gingen uitzinnig hiermee door, tot de tijd van het avondoffer. Maar er klonk geen geluid en er kwam geen antwoord. Zij vonden geen gehoor. Nu zei Elia tot het volk: kom dichterbij. En allen kwamen dichter bij hem staan. Toen richtte hij het altaar van de Heer, dat onvergehaald was, weer op. Hij nam 12 stenen, overeenkomstig het aantal stammen van de zonen van Jacob, tot wie de Heer gezegd heeft: Israël zult hij heten. Van die stenen bouwde hij een altaar voor de Heer, maakte rondom het altaar een geul met een inhoud van 2 maten zaaienkoren, stapelde de houtblokken op elkaar, hakte de stieren in stukken en legde die
op het goud. Toen zei hij, vul vier kruiken met water en giet die uit over de brandoffer in goud. Daarna zei hij, doe het nogmaals. En toen zij het nogmaals gedaan hadden, zei hij, nu voor de derde keer. Toen zij het voor de derde keer gedaan hadden, stroomde het water langs alle kanten van het altaar af. Ook de geul liet hij met water woelen. Toen het uur van het avondoffer gekomen was, trad de profeet Elia naar voren en zei, Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, toon heden dat hij God zijt in Israël, en dat ik uw dienaar dit alles op uw bevel heb gedaan. Geef antwoord, opdat dit volk erkent dat hij hier de ware God zijt, en keer zo hun hart weer tot u. Toen sloeg het vuur van de Heer neer, vertierde het brandoffer, het goud, de stenen en het stof. Het likte zelf het water in een geul op. Toen de mensen dit zagen, wierpen zij zich voorover op de grond en riepen, de Heer is de ware God, de Heer is de ware God. Woord van de Heer, wij danken God. Een heel lange lezing uit het boek der Koningen, het eerste boek der Koningen. Maar de inhoud, de belangrijkste inhoud hier is dat de profeet Elia wil tonen aan dit heidense volk dat alleen één Heer bestaat. Eén Heer. En dat is de Heer van Israël, van Jacob. De Heer die heeft Israël gekozen tot zijn eigen volk. En de Heer die wil zijn gezicht laten zien door de profeten. Hij spottend en biedt Elia tegen de profeten van Baal. Hij was alleen één profeet. Een profeet, Elia, tegen 400 profeten van de God Baal. Maar staat geen andere God. En nu kunnen wij ook voor onszelf afvragen. Welke is de afgoden die ik heb in mijn leven? Kleren, geld, werk, zelf meegezien, mijn bezigheden. Welke zijn de andere goden, de afgoden die ik heb in mijn leven, die neemt de plaats van de Heer. Die neemt mijn energie, mijn tijd, mijn aandacht, mijzelf. Die neemt al mijn energie en die kan niet meer tijd maken of aandacht. Aandachtig zijn voor de Heer zelf, voor het gebed, voor de Eucharistie-viering, voor mijn gezin. Welke is de afgod? De afgoden die ik heb in mijn leven. En we hebben altijd een offer om op te dragen aan de Heer. We moeten ook onszelf laten zuiveren door de genade van de Heer en door zijn woord. En vandaar wil de Heer voor ons tonen dat alleen een Heer bestaat. Geen kleren, geen beroep, geen werk, geen bezigheden, zelf geen mensen. Zelf als wij heel veel beminnen, zelf geen mensen van ons gezin kan de plaats van de Heer nemen. Hij is God en hij moet deze persoon die in het centrum is. Hij is het centrum van ons leven. En dat is de bedoeling van deze eerste lezing van vandaag. Kunnen wij ook overwegen in ons persoonlijk gebed welke zijn deze afgoden in mijn leven die ik moet vernietigen, die ik moet laten.
dus ik moet weglaten. Psalm 16. Behoed mij God, tot u neem ik mij toevlucht. Hij zet mij hier, ik herken het. Maar hij stort zichzelf in het ongeluk. De vreemde afgoden naloopt. Ik zou hem plein offers brengen van bloed. Hun naam komt mij niet over mijn lippen. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik wou niet, want hij staat naast mij. Hij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde. Uit het Heilige Evangelie volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: denkt niet dat ik gekomen ben om wet en profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. Want voorwaar ik zeg u, eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat een jota of een halte verhaalt uit de wet, voordat alles geschied is. Wie dus een van die voorschriften, zelf de geringste, opheft en zo de mens leert, zal de geringste geacht worden in het rijk der hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot geacht worden in het rijk der hemelen. Woord van de Heer. Wij danken God. Het is een grote les voor ons vandaag. Wie ze onderhoudt en leert, de geboden van de Heer, zal groot geacht worden in het rijk der hemelen. We kunnen soms voelen dat wij de enige persoon is die het geloof beleeft, die vanuit het geloof wil leven. Maar wij zien wel dat wij hebben een loon in de hemel. Dat wij een loon hebben in de hemel. En wij gaan geacht worden door de Heer zelf als een groot persoon in de hemel. Soms zijn wij klein. Wij voelen ons klein, zwak en arm bij de anderen. Want de meerderheid beleven niet het geloof en willen niet vanuit de geboden van de Heer leven. Maar wij, die willen Christus volgen, die willen Christus beminnen en dienen boven alles, wij zijn klein, wij zijn arm, wij zijn kwetsbaar hier in de wereld, maar in de hemel hebben wij een groot loon, de eeuwige leven. Wij zullen bij hem altijd leven, met hem. En dat is onze loon. Hier op aarde krijgen wij nog niet onze erfdeel, maar in de hemel wel. En de Heer roept ons om klein te blijven, om kwetsbaar te blijven, om arm te blijven, maar zelf zo zijn geboden onderhouden en het laten leren aan de anderen. Leren aan de kinderen, leren aan de jongeren, aan de tieners, aan de gezinnen, aan de volwassenen, zelf bejaarden. Leren leven volgens de wil van God, volgens zijn geboden, om groot te zijn in de hemel. Laten wij ons vandaag deze lezingen mediteren, overwegen in ons gebed en ook de hulp van omhoog krijgen om alles te leven zoals God voor ons vandaag vraagt. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.